Hey, leuk dat je weer kijkt. Ja, hoe herstel je nou van codependentie? En het is eigenlijk van codependentie naar interdependentie. Dat is de weg die je moet gaan. En van zelfgebrek aan liefde naar een overvloed van liefde, van zelfliefde. En het is ook zo dat je de energieën, we bestaan allemaal uit energie, en we trekken elkaar aan als magneten. En dat wil zeggen dat een codependent en een narcist eigenlijk elkaar altijd aantrekken. Die energieën zijn bekend voor elkaar. En waar een narcist, laat ik het goed zeggen, waar een codependent heel veel liefde geeft en respect geeft en zorg geeft en liefde geeft en ja, heel veel geeft, maar het niet verwacht en het ook niet terugkrijgt, is het bij de narcist precies het tegenovergestelde. Dus waar de narcist die neemt liefde, die pakt, die geeft geen respect, die geeft geen zorg aan anderen. En ja, dat is eigenlijk het verschil tussen de narcist en de. Dus ze hebben eigenlijk allebei een gebrek aan zelfliefde door een hechtingsstijl in hun jeugd, dus geen goede hechtingsstijl ontwikkeld. En ja, waar de een heel veel geeft, neemt de ander heel veel. Dus dat trekt elkaar natuurlijk enorm aan. Want een narcist zal altijd iemand zoeken die voor hem gaat zorgen. Of voor haar gaat zorgen. En interdependent bedoel ik eigenlijk mee. Dus codependent is medeafhankelijkheid. Je bent afhankelijk van de ander. Je wilt zorg dragen voor de ander. Je haalt eigenwaarde daaruit. En zonder de ander, ja, jij zorgt voor de ander. Dus dan beteken jij iets. Dan heb jij meerwaarde. En interdependent, dat is eigenlijk onafhankelijk in verbondenheid. Dus je hebt een relatie met iemand, maar niet ik heb jou nodig om voor jou te zorgen. Dus heel onafhankelijk. Het herstellen van codependentie gebeurt in 4 stappen. En het begin is het moeilijkst. Dus iedere stap wie je vervolgens verder gaat, wordt het een stukje makkelijker. Zo is het bij de eerste 3 maanden, dus van 0 tot 3 maanden. Ga jij leren grenzen aangeven? Op een gegeven moment heb jij een patroon door. En je denkt van, hé jongens, dit is niet grappig meer. Eerst denk je nog van, ik heb pech in de liefde. En later ga je denken van, hé, ik zie de fouten. Die relatie bij die deed dit, die deed dat. En op een gegeven moment ga je denken, ja, maar dit gebeurt mij zo vaak. Ik kan het inderdaad heel scherp zien wat er bij de ander aan de hand is. Maar wat is er bij mij aan de hand waardoor ik deze personen aantrek in mijn leven? En dan ga je naar binnen keren en dan ga je inderdaad denken van hé, maar ik geef helemaal geen grenzen aan. Iedereen kan maar doen wat hij wil en ik blijf toch wel en ik blijf toch wel aardig en vriendelijk en dit is niet oké. Okay. Er moet een gelijkwaardige relatie ontstaan en een evenwichtige relatie. Het geven en nemen moet in balans komen. Dus stap 1 is eigenlijk de balans vinden en het herstellen. Stap 1 van het herstel is grenzen aan gaan geven. En dit is heel moeilijk, zeker voor iemand die dit al zijn hele leven niet gewend is en niet gedaan heeft. Dus het is eigenlijk voor het eerst dat je je grenzen gaat aangeven. Daardoor word je heel erg onzeker, want waardoor ben jij pleesgedrag gaan? Waardoor is dat ontstaan in jouw jeugd? Dat is een overlevingsmechanisme geweest. Jij hebt je afgewezen en verlaten gevoeld. En dat wilde jij nooit en ten nimmer meer voelen in jouw leven. Dus jij bent een pleaser geworden. Want jij wilde niet dat mensen weggingen, jou bedrogen en jou zouden gaan verlaten. Dus die grenzen aangeven, die heb jij ooit in jouw jeugd ontwikkeld. Van ik ga geen grens aangeven, want dan blijven ze bij me. Op het moment wanneer ik maar lief ben, blijven de mensen bij me. Dus wat gebeurt er op dat moment? Jouw boosheid of wat jij werkelijk voelt, verdwijnt in de ijskast. Dat verdwijnt mooi in jouw schaduwkant. Dus het is een deel van jou, maar jij hebt bedacht of je hebt gehoord van iemand, hé, je moet niet zo boos zijn. En jij deed dat, die boosheid, in jouw schaduwkant. Terwijl dat ook een van de basisemoties is wie jij nodig hebt. Want je mag boos zijn als iemand onredelijk of jou verkeerd behandelt. Maar het is juist zo bij codependency dat jij, hoe rotter de mensen je behandelen, hoe meer jij gaat pleasen en hoe meer jij nog meer je best gaat doen. Van hé, je gaat de fout bij jezelf zoeken. Dus
Je kan niet eerder van een narcist of van een, iemand met een schizofrenie of bipolaire stoornis of het trekt elkaar aan. Dus het moment wanneer jij die mensen niet meer wil aantrekken, moet jij toch echt zelf het werk gaan doen. En die eerste 3 maanden is grens aangegeven. Dus de ander, in dit geval waarschijnlijk dan de narcist, die gaat jou schuldig laten voelen. Die denkt, wat gebeurt er nou? Wat hangt er nou aan mijn fiets? Iemand gaat, wie ik ken, zijn grenzen aangeven. Dat is nieuw. Dat wil ik niet. Wat je wil, hij wil iemand die te manipuleren is. Dat was, hè? De aantrekkingskracht tussen jullie. Dus het afstoten en het aantrekken en het manipuleren en het domineren. Daar ga jij niet meer akkoord mee. Jij gaat die eerste stappen naar zelfliefde zetten. En je denkt van nee, ik ga nu mijn grens aangeven. Dit wil ik niet meer. Je gaat nu te ver of je gaat op een rustige manier in discussie in plaats van dat je er fel tegen ingaat. Want je hebt ook ontdekt dat dat ook niet werkt. Dus die agressie die je bij de ander opwekt, dat is die persoon zijn narcistische wond die jij aanraakt. Want ook die is afgewezen in zijn jeugd. En ook die is verlaten en bindingsangst, verlatingsangst, al die shit. Dus dat heb je wel gemeen met de ander. Alleen de ander is er anders mee omgegaan. Die heeft een ander kopingsmechanisme gecreëerd. Van energie opzuigen bij een ander en een grootheidswaanzin. Van ik ben goed om zijn minderwaardigheidsgevoelens maar niet te hoeven voelen. Terwijl de codependent juist is gaan pleasen. Dus het is... Ze gaan je bekritiseren natuurlijk, hè, de narcist. Dat doen ze normaal gesproken altijd wel, want niks is goed aan jou. Maar vooral in de fase wanneer jij tegengas gaat geven en wanneer jij gewoon je grenzen gaat aangeven van ik wil dit niet meer, dit voelt niet goed. Dat vinden ze niet leuk. Dus dat is een moeilijke fase. En vooral ook vanuit jouzelf vind je het lastig, omdat je denkt van ja, maar dadelijk verlaat de ander mij. Terwijl hoe meer jij verder bent in jouw ontwikkeling, denk je van ga maar, of ik ga. Maar goed, stap voor stap natuurlijk. Dus de eerste 3 maanden, van 0 tot 3 maanden, ga je grenzen aangeven. Die is heel moeilijk. Van 3 tot 6 maanden ga jij volhouden in die grensafbaking. Je gaat je grenzen, blijf je bewaken. Je gaat er steeds beter in worden. En je gaat steeds beter voelen dat het goed voor jou voelt. En je begint te acclimatiseren in dat hele verhaal. Van oké, dit voelt goed. Dit is ook een stuk zelfliefde wat ik voel. Van hé, maar ik laat me niet meer zo behandelen. Dus je voelt jezelf eigenlijk steeds zekerder worden. En steeds meer zelfverzekerd en steviger in je schoenen staan. En degene die dat niet accepteert, die verdwijnen uit jouw leven. Dus niet alleen een narcist of iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Maar ook vrienden, collega's, mensen, familie die jou niet meer herkennen. Ze denken, wat is er met jou gebeurd? Je bent aan het veranderen. Degene die dat niet trekt, degene die daar zich niet prettig bij voelen, die verdwijnen. Dus eigenlijk is dat een heel goed teken. Want toxische relaties verdwijnen. Want ze accepteren dat niet. Want iemand met narcisme, die wil natuurlijk heel graag bewonderd worden en gezien worden. En wanneer jij dat niet meer accepteert, of wanneer jij de ander niet meer op een voetstuk gaat plaatsen en denkt van, hé, ik wil gelijkwaardige relaties. Dan verdwijnt de narcist uit je leven en die gaat het ergens anders zoeken. Van die wil bewondering en jij geeft het mij niet meer. Jij gaat grenzen aangeven wat ik niet wil, want ik wil jou kunnen domineren en manipuleren. Dus ik ga weg. Dus in principe een hele goede stap is dit tussen 3 en 6 maanden. En dan ga je steeds meer gezondere relaties natuurlijk overhouden. En dat is eigenlijk stap 3. Doordat jij steeds meer je grenzen bent aan gaan geven, ga jij nieuwe relaties creëren in je leven. Je gaat nieuwe mensen ontmoeten. Dat is van 6 maanden tot 1 jaar. En dat zijn de gezonde relaties die je dan aangaat. De narcisten uit je leven, de mensen die toxisch zijn, de giftige relaties zijn uit je leven. En je laat geen misbruik meer van jou maken. Want er is heel vaak misbruik van jouw goedheid gemaakt. En daar ben je klaar mee. Dus we praten nu ook over de herstellende codependent. Hè? Niet meer over de codependent, want de persoon is zo hard aan het werk om te herstellen hiervan. Om deze verslaving, want eigenlijk is de ander in jouw leven, want ze noemen codependency ook wel eens relatieverslaving, de ander is de druk. Die is de verslaving. Want zonder die persoon dacht jij niet meer te kunnen overleven en dacht jij niet te kunnen bestaan of dacht jij niet waard te zijn. Want die ander gaf jou de waarde die jij nodig had.
Wat dus absoluut niet waar is natuurlijk. Want heel vaak werd je juist gekleineerd, bekritiseerd en vernederd. En omdat jij dat misbruik niet meer tolereert, je staat dat niet meer toe, krijg jij mensen in je leven, evenwichtige relaties die jou wel waarderen. Waardoor jij voor het eerst in je leven zoiets hebt van wauw, ik heb nu iemand in mijn leven. Deze relatie is zo anders. Dit voelt nieuw voor mij. Dit voelt anders voor mij. En ja, ik word gezien. Ik word gehoord. Er wordt niet meer over mijn grenzen heen gegaan. En het leuke in deze fase is dat de mensen die in de eerste 3 maanden, dus stap 1 in jouw herstel van codependency, bij jou weggingen en het niet meer accepteerden van wat gebeurt er. En er worden grenzen aangegeven, ik voel me hier niet prettig bij. De persoon die ik dacht te kennen, die is helemaal aan het veranderen en ik voel me hier niet prettig bij. Die zijn weggegaan en in deze fase komen ze of terug in jouw leven en dan gaan ze waarderen. Van hé, je bent gegroeid, je bent veranderd en je bent een betere versie van jezelf geworden. En ze zijn ermee leren omgaan dat jij die grenzen aangeeft en waardoor er mutual respect ontstaat en dat de balans daar is. Dus ja, tuurlijk is er in codependency altijd een terugval. Net als dat je denkt van, ik grijp niet meer naar de fles, ik ga werken aan mijn alcoholisme, maar uiteindelijk ga je toch een relapse krijgen, maar je gaat weer terugkeren. Kan je ook denken van, hey, ik ga weer terug naar die toxische partner. Ook daarna blijkt weer natuurlijk dat het niet werkt, waardoor jij weer denkt van, hé, ik ga weer van die drugs af. Want die persoon waar jij denkt niet zonder te kunnen, is jouw drugs. En die codependency is dan de relatieverslaving. Niet dat je van de een naar de ander hopt, maar gewoon dat je denkt niet zonder die ander te kunnen. En dat die ander jou nodig heeft, zodat jij maar kan pleasen, zodat jij maar kan zorgen voor die ander. Maar dat is eenrichtingsverkeer. Dus jij gaat ontdekken van, hé, maar dit is geen gezonde relatie. Ik hoef niet voor die ander te zorgen. Die ander moet voor zichzelf zorgen. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf, voor zijn eigen leven. En dat je elkaar steunt op momenten wanneer het nodig is. Logisch. Maar niet van één kant altijd maar geven, geven, geven. Totdat jouw kopje helemaal leeg is. En mijn kopje is nog vol. En alleen maar geven, geven, geven. Dat is dus stap 3 naar het herstel. Dat je denkt van, nee, ik ga niet meer terug. En ik ben liever alleen dan dat ik met een toxische partner ben die mij leegzuigt. En ja, dat is stap 3. Dus stap 4 is, daar gaan we nu heen. Dat is vanaf 1 jaar. En dat is een proces, dus er zit geen eindtijd aan. De vraag is of je ooit van codependentie 100% kan herstellen. Dat denk ik niet. Maar als je op 95% zit, dan ben je gewoon voor mij een meester die dat heeft bemeesterd, zijn levensles. En je gaat dat ook voor jouw familiekarma, want dit kan 400-500 jaar, dit kan generaties terug zijn. Hè? Dat jij niet alleen jij codependent bent, maar dat een van jouw ouders ook of een narcist was of codependent was. En waardoor jij het ook hebt. En, ja, dus je herstelt ook nog eens je familiekarma, behalve dat je jezelf herstelt. Je gaat die nieuwe relaties versterken in deze fase. Je gaat ook met vallen en opstaan en met hobbels op de weg ga je ontdekken van dat het niet altijd makkelijk is. Want ook dan wil je nog steeds, moet je je grenzen gaan aangeven. Ook in gezonde relaties. En het is spannend omdat je dan denkt van ja, maar nu heb ik een gezonde relatie. En nou ga ik mijn grenzen aangeven of ik ga even aangeven wat ik niet prettig vind. Dus ook daarin is dat natuurlijk weer moeilijk voor de codependent. Voor de herstellende codependent. En ja, als je dat herstel bereikt hebt, dan ben je een gezond individueel geworden. En ik zeg maar zo, liever no more cellmates, just a soulmate. Dus iemand die jou vasthoudt in liefde, beklemmend, waarbij je geketend voelt, waarbij je je a prisoner voelt, een gevangene in een relatie. Weet dan dat dat geen gezonde relatie is. En nu dat alle negatieve, karmische relaties uit je leven zijn gegaan. En ook mensen die jou niet gesteund hebben. Hè, dus niet iedereen hoeft een narcist te zijn. Maar ook mensen waardoor jij je niet gesteund voelt. En dan wil ik zeggen dat jij hebt een droom. Jij wilt ergens helemaal voor gaan. En de ander kraakt dat af.
Of die laat jou twijfelen. Die geeft jou, jij wordt daar onzeker van, oh, die persoon staat niet achter mij, die persoon steunt mij niet. Dat voel jij, maar in het begin deed jij er niets mee. Dan, of je deed het inderdaad niet, omdat je afhankelijk was van de reactie van de ander. Of, ja, je deed er gewoon niks mee. Maar nu denk je van, nee, ik wil dat helemaal niet. Ik ga hiervoor, ongeacht wat die andere persoon zegt. Dus je wordt steeds zelfverzekerder, zelfs, ja, meer zelfvertrouwen, meer zelfliefde. En dat is de weg. En dan kan er altijd nog een narcist of iemand op je pad komen die misbruik van jou wil maken. Maar dan krijg je een soort barometer daarvoor. Je krijgt antennes daarvoor. Je hebt een soort radar ontwikkeld waarvan jij denkt van, hé, daar komt er weer eentje. En ook dan kan je die persoon veel sneller loslaten. Van, nee, jij maakt nu misbruik van mij. Of ik herken de patronen. Je bent aan het projecteren. Je bent me aan het vernederen. Of je geeft mij de schuld van iets wat helemaal niet mijn schuld is. Je gaat het steeds beter herkennen. En ja, het blijft natuurlijk een proces. En heel alert zijn van, is dit een narcist? Heb ik nu te maken met iemand die misbruik van mij wil maken? Maar het is vooral belangrijk dat jij heel veel zelfliefde gaat krijgen. Zodat jij eigenlijk vanuit jouw intuïtie, die wordt steeds beter en die gaat steeds meer groeien. Dat jij denkt van, hé, dit voelt niet goed. Dus ja, dat eigenlijk. Dat zijn de vier stappen in herstel van codependency naar interdependency. Dus dat jij relaties gaat krijgen onafhankelijk in verbondenheid. Dat is de weg, dat is het pad wie je gaat wandelen. Dus ja, ik wens je heel veel succes, sterkte, veel liefde toe, veel kracht, veel wijsheid, veel inzichten, veel openbaringen. Zodat jij je steeds meer van jezelf gaat houden en niet meer afhankelijk bent van anderen in jouw omgeving. Jij moet eerst zelf weten dat jij heel incompleet bent, dat jij liefde bent. Dus je hebt in principe niet eens liefde nodig, want je bent al liefde. Maar ja, dat is moeilijk te beseffen als je nog niet zo ver bent natuurlijk. Maar weet dat dit een pad is wie je moet bewandelen. En het is een reis, een spirituele reis. En jij komt er alleen. Geef het de tijd. Heb geduld. En ga naar de therapeut. Je kan dit niet alleen. Nou, dit was het eigenlijk. Ik wil je bedanken voor het kijken. Als jij nieuw bent op mijn kanaal, dan kun je je abonneren. Dat zou ik leuk vinden. Druk op het knopje. Daarnaast druk op alles, zodat jij elke keer als ik een upload doe van een video, dan word jij automatisch op de hoogte gehouden. Krijg je een berichtje. En ja, geef een duimpje als je het leuk vond. Je kan deze video ook delen voor iemand waarvan je denkt van, nou, die heeft er ook wat aan, want daarvoor maak ik deze video's tenslotte. En ik wil je bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.